U kunt dat op het scherm zien, rechts naast de finish. Als u even wilt kijken en uw gedachten even wilt veranderen, kunt u daar op het scherm de start zien van de deelnemers die zo even vertrokken zijn voor hun run. De 11- en 12-jarigen trekken er hard aan hier op dit parcours. Kop af aan vertrokken, de man met 1032, Daan Veenhuizen wordt winnaar. In een prachtige tijd van 3 minuten en 29 seconden. En daar met 1029 zien we Finn van Pijkeren als tweede komen. Er wordt gestreden om de derde en de vierde plaats. Maar dan gaat waarschijnlijk naar de man met 1034, inderdaad Koen van Ginneken. Komt binnen in 3 minuten en 40 seconden. En daar komt die hele groep binnen. We zien daar 1010, we zien daar de volgende jongeman komen met 1016. Daar is Luc Smeets. Luc Smeets is ook binnen. En daar, oh wat jammer, die dame heb ik even gemist, want de dames strijden natuurlijk ook op de plaats 1, 2 en 3. 11, 21 en 11, 12 komt daar binnen. Dat is 11, 21. Gaan we even kijken, want die heb ik natuurlijk op de lijst staan. 11, 21 en dat is Aniek Snelder. En 11, 12 is Evi Tahai. En zo komt onder het applaus van u allemaal de deelnemers binnen. We gaan in de 4 minuten, maar dat maakt niet uit. Jongens en meisjes, wat hebben jullie fantastisch gedaan. Maar wij gaan zo dadelijk van start met de 5000 meter. We zijn 19 seconden onderweg. Dat wil zeggen 19 seconden onderweg. Dat is de start zijn. Kijkt u maar naar het scherm. Daar ziet u de lopers komen. En dat zijn de 2000 in getal. Zij zijn onderweg hier naar het centrum van Deventer. Hier naar de Brink. Om hier te gaan finishen. 2000 deelnemers. 5 kilometer gaan ze afleggen. Waarvan we hopen dat eerst in 2:33 minuten hier binnen kan komen. We gaan ook kijken natuurlijk op het parcoursrecord. En dan gaan we kijken of er een mogelijkheid in zit dat deze mannen hier de goede tijd neerzetten hier op dit parcours. Ja, de eerste loper is in aantocht. Die heeft een gat geslagen van je welste op die 5 kilometer. En als u naar het scherm kijkt, dan kijkt u daar een prachtige loper. Mooi in balans, goed lopend. Fantastisch die armen gebruiken en dat is natuurlijk de manier om een goede loper te zijn. Dat is hij natuurlijk al jaren, want hij gaat hier zo dadelijk de finish over. En gaat een tijd neerzetten die net boven het parcoursrecord zal zijn van 15-16 van Thijs Groen. Dat vorig jaar hier in Deventer is gelopen, want hij is in aantocht. De man die er zo aankomt, hier gaat hij zo dadelijk door de finish. Kijkt u eens naar de weg hier op de Brink, want daar komt hij binnen. Het applaus is natuurlijk voor hem. De man met 1501 gaat hier finishen. Het applaus is duidelijk en terecht voor de man die hier gaat winnen, Jorijn de Mare. Jorijn de Mare is de man met 1501 die hier als winnaar over de streep gaat in een officieuze tijd van 15 minuten en 38 seconden. Daar gaat het applaus opklingen voor de dame die daar komt. Maar dat is Patty den Oude bij de tijd van 17 minuten en 6 seconden. 17.06, een nieuw parcoursrecord voor Patty den Oude van AV Daventria, de organiseerde vereniging. Terwijl de volgende daar binnen ook Koen Jong dacht ik te zien. Eens even kijken wie daar volgende aankomt. Nee, dat is Koen Jong. Met 1509. Hij is hier binnen en hij gaat ook een mooie tijd neerzetten. Maar dat geldt voor al die deelnemers die binnenkomen. Esther Plateau, dat zou de tweede dame kunnen zijn. Dijkbrand samen uit, samen thuis. Komen zij hier binnen op dit parcours van die 10 Engelse mijlen. Fantastisch gedaan. De mannen en de vrouwen op die 10 Engelse mijl. Ja, dat is klasse. Je handen opsteken, genieten. Dan krijg je daarvoor het ook applaus. Want David laat zich horen. Robin van Voren is gefinished en daarachter is het Caroline Koelink. We kijken even de weg af, want er zijn zoveel deelnemers hier. 5.500 in totaal, het is fantastisch. Wat een sportevenement heeft Deventer hier bij deze 9e uitgave van de Zalland Verzekeringen IJsseloop. Winnaar op de 10 kilometer Tim Bolink, tweede Michel Snuwerink en derde Jan-Roelof Heersema. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3 op die 10.000 meter.